zoon was gisteren jarig. Hij werd 8 jaar oud, de schat. Hij vroeg aan mij een vlieger en die heeft hij ook gehad. Na zijn bal, zijn fiets, zijn treinen, nee, daar keek hij niet naar om. Want zijn vliegen was hem alles, alleen wist ik niet waarom. Maar toen op zekere morgen zei hij: vader, ga je mee? De wind die is nu gunstig, dus ik neem een vlieger mee. In de ene hand zijn vlieger, in de andere een brief. Ik kon het niet begrijpen, maar toen zei mijn zoontje lief: ik heb hier een brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger. Zij een mond van zij die ik mis. En als zij dan leest hoeveel ik van haar hou, dat ik niet kan wennen aan die andere vrouw. Ik heb hier een brief voor mijn die hoog in de hemel is. Ik heb hier een brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt, zij die ik mis. Ik heb hier een brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger. Zij een mond van zij die ik mis. En als zij dan leest hoeveel ik van haar hou, dat ik niet kan willen aan die andere vrouw. Ik heb